Het is vandaag de dag voor Koningsdag. De dag waar traditioneel het lynchregen plaatsvindt. Dat Zijne Majesteit heeft behaagd om mensen te benoemen. Tot in een ridderorde, Oranje Nassau vaak, of ook andere. Maar de meeste zijn Oranje Nassau. En ook in Veenendaal, vandaag 19 mensen die een koninklijke onderscheiding krijgen. Een onderscheiding die ik normaliter keurig opspeel bij mensen. Vandaag reik ik ze digitaal uit. Zoveel mogelijk via beeldbellen probeer ik de mensen thuis te verrassen en ze te vertellen dat zij vanwege hun onbaatzuchtige inzet voor de samenleving een koninklijke onderscheiding krijgen. Het heeft Zijne Majesteit behaagd. Goedemorgen. 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 Ja, goedemorgen. U spreekt met burgemeester Cats. Goedemorgen. Ja, echt waar of niet? Dan is, ja, het is echt waar. Het is geen grapje. Wat mooi om u te treffen. En ik bel u niet zonder reden vanmorgen. Want u bent buitengewoon actief geweest in de samenleving. U bent al heel lang met allerlei vrijwillige zaken bezig. Jeugdtrainer, jeugdleider, seniorenteamsleider. U heeft veel gedaan voor de kerk. U bent al sinds 1968 organist. Veel vrijwilligersfuncties bij de christelijk gereformeerde Bethelkerk. 1980 tot 2015 was u vrijwilliger bij Wooncentrum de Engelenburg. En sinds 1997 bent u ook nog eens keer vrijwilliger bij de verpleeghuis De Meent. U biedt met uw gezin gastopvang aan mensen met een beperking. Het siert u dat u zo ontzettend veel voor de naaste bezig bent. En dat hebben mensen in uw omgeving ook opgemerkt. Het is allemaal niet onopgemerkt gebleven. En ik mag u vertellen, ik mag u meedelen, dat het de majesteit heeft behaagd om u een koninklijke onderscheiding te geven. Om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Om jou te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het heeft Zijne Majesteit behaagd. Zo, nou, dat is helemaal geweldig. Geweldig, daar heb ik nooit op gerekend. Wat moet ik daar nog op zeggen? Een hele grote verrassing. Heel hartelijk dank. En helemaal verdiend. En het is zeer verdiend. Die had je nog niet, hè? Nee, die had ik nog niet op mijn lijst. Nee. Prachtig. Ik mag u daar van harte mee feliciteren. Ik feliciteer u van harte. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding.